Jay ligt nu dus helemaal uitgevloerd in die boldercar. Moet je kijken. Een hele goede morgen. Ik ben nu in de dansschool samen met de kindjes. Het is vandaag woensdag. En ik heb dus al 2 dagen met de kinderen erop zitten. Maandag en dinsdag zijn dus mijn vaste dagen. Woensdag een halve dag. Maandag zijn we lekker naar de speeltuin geweest. En ik heb eigenlijk gewoon genoten van de dagen die ik met ze had. Kinderen, jullie mogen niet hier met jullie koekjes. Mama heeft hier al stof gezogen. Ja. Mama is koekoe. Ja, jij hebt koekoe gepakt, hè? Je hebt gewoon koekoe gevonden terwijl mama gewoon hier lekker een broodje met aardbeienjam had gemaakt. En die heeft Jay nu ondertussen geconfiskeerd. Lekkere vriend. Mama, aardbeien. Ja, kijk, hier zit aardbei op. Kijk, daarop. Ga bij Jay pakken. Jay, geef ook eens aan Laila. Ja, natuurlijk geef je het broodje waar je al van gegeten hebt. Goed zo. Ze hadden dus koekjes gevonden en zijn daar de hele dansschool mee rondgegaan. Ah, heel handig. En ik had hier dus al stof gezogen, maar goed. Maar zoals ik dus al zei, maandag zijn we lekker naar de speeltuin geweest. Daar heb ik nog wel wat beelden van, daar kan je nu eventjes naar kijken. En dinsdag heb ik eigenlijk gewoon lekker thuis gechilled. Mijn moeder is toen gewoon gezellig langsgekomen. En mijn vriendinnetje Selina is langs geweest. En toen heb ik voor het eerst met de kinderen pizza gegeten. Nou, dat vinden ze echt super lekker. Eet ze ook gewoon heel makkelijk weg. Volgens mij heeft Leila gewoon echt 1 hele pizza gegeten. En daar heb ik eigenlijk dus geen beelden van. Omdat ik gewoon zelf van ze zat te genieten. Maar goed, de eerste volgende keer beloof ik dat ik het voor jullie zal filmen. Vandaag om 2 uur is de wissel met Phil. En dan heb ik ze van vrijdag tot met woensdag. Want het is mijn weekend met de kids. Zometeen gaan we even de stad in, want ik heb nog luiers nodig. En dan zijn de kindjes in ieder geval ook weer eventjes lekker buiten geweest met mij. Is het lekker, aardbeienbroodje? Nee, mee. Ook al mee. Jay, mag Jessie ook een broodje? Goed zo. Mama nieuwe broodjes voor jullie maken? Ja. Oké, okay, gaat mama even broodjes smeren, oké? Okay? Ja. Ja? Mama, mama bij jou zitten? Ja. Oké. Okay. Ja, wat een gezelligheid. In een noodbrandtrap van de dansschool zitten. Als jullie nou hier blijven zitten. Dan ook mama zitten. Ja, mama ook zitten. Gaan jullie lekker je broodje eten? Gaat mama nog even de dansschool stofzuigen? En dan gaan we zo meteen de stad in.
De woensdag en de donderdag zijn weer voorbij. Het is vrijdag vandaag. En ik heb de kindjes om 11:30 opgehaald bij Phil. Ze zitten nu lekker even wat knakworstjes te eten. En dan gaan ze zo meteen gaan ze lekker in hun bedje liggen. Gaan ze hun middagdutje doen. En dan wanneer ze wakker worden, nou ja, dat zal dat ongeveer rond een uurtje of 3 zijn. Dan is de halve dag eigenlijk alweer voorbij. Dus ik ga gewoon het dakterras weer eventjes schoonmaken. Want de zon die schijnt, is een lekkere temperatuur. Dus dan kunnen ze gewoon lekker op het dakterras banjeren. En dan gaan we morgen weer naar Wijk aan Zee. Dus daar heb ik wel echt gewoon heel veel zin in. Kunnen we weer lekker van de zon gaan genieten. En de kindjes lekker op de trampoline gaan springen. Mama? Ja, schat? Ben je eten? Ben je lekker aan het eten? Bloemen. Zie jij bloemen? Ja, je ziet bloemen op de televisie, hè? Wauw. Gaan jullie zo meteen lekker even slapen? Ja. Ja. Ga maar lekker even eten, schatjes. Het is vandaag weer zaterdag. En we zijn weer op het strand. Ah, mijn moeder heeft een bolderkar gekocht voor die kinderen. Kijk hoe handig dit is. Zitten jullie lekker? Nou, super easy dit. Dus gewoon tas daar. Eentje op mijn rug. Nou, Jessie die loopt daar ergens verderop met Selina. We hadden echt super mazzel, want het parkeerterrein was zelfs afgesloten met hekken. En mijn moeder die heeft een invalide parkeerkaart, dus ik vroeg of ik er gewoon even langs mocht om er even af te zetten. En toen zei die man, nou zoek maar een plekje. En wat denk je? Gewoon het voorste plekje van de parkeerplaats. Dus super fijn. Hopen nu dat het op het strand niet al te druk is. Nou, we hebben een dagje strand op zitten. De bedoeling was rond 6 uur naar huis toe te gaan. Eindstand is het nu net 5 uur geweest, maar het was wel echt nodig. Jay begon te huilen en Jay ligt nu dus helemaal uitgevloerd in die bolderkar. Moet je kijken. Nou, Jay heeft zich dus duidelijk goed vermaakt. Nou, daar komt Jess aangerend. En dit is Leila. Het was echt nog een heerlijk weekend voordat we starten met het nieuwe seizoen. En nou ja, nu moeten we nog deze trap omhoog. Dus ik ga nu Jay naar boven tillen en dan uiteindelijk de bolderkar naar boven tillen. Ik wil jullie nog een hele fijne zondag wensen. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Doei doeg. Oh, ik ben echt gevloerd.